Ik ben Katrien Klaverweide en ik werk in Laaktheater. Hier ben ik hoofd van de programmering. Het gaat hier over het project Urban Lab. Het project houdt in dat een aantal kinderen hier uit de wijk lessen krijgen. Theaterlessen, danslessen, muzieklessen en beeldende kunstlessen. Afwisselend met het bezoeken van een voorstelling. Wat het mooie is aan dit project is dat eigenlijk door twee scholen is geadopteerd. We zitten in hun naschoolse aanbod, wat altijd zich op school afspeelt. Maar wij zijn de enigen die dat in ons eigen theater kunnen doen. We hebben gemerkt dat de kinderen, ze nemen eigenlijk ook hun familie mee. En hun familieproblemen. Hun familieverhalen en je bent meer dan alleen maar het geven van lessen. Ja, het is echt een sociale insteek met kunst. Sommige kinderen die komen binnen en die zijn heel verlegen en die bloeien op omdat ze het heerlijk vinden om op het toneel te staan en theaterlessen te krijgen of te dansen en eindelijk hun talenten te kunnen ontdekken. We starten om 1 uur en dan eten we eerst met elkaar. Dat is een gezonde maaltijd die gemaakt wordt door vrouwen hier uit de wijk. Ja, dat is ook een extra sociaal aspect van hoe zit je aan tafel met elkaar. Ik denk dat de sociale kant van dit project, zoals de sociale emotionele ontwikkeling van een kind, toch verbreed wordt op deze manier. We ronden altijd de serie af met een presentatie in de theaterzaal. En op de gang kwam ik een van de meisjes tegen en die zei, juf, dit is de mooiste dag van mijn leven. En dan denk ik, dat willen we gewoon hier in de wijk altijd kunnen blijven doen.